Hier zien jullie een deel van mijn YouTube-kamer. Het was een hele goede plek om video's en streams op te nemen. Ik was zo blij toen ik deze kamer kreeg. Maar vandaag hebben we een besluit genomen, heb ik een besluit genomen dat het YouTube-kamer moest eindigen. Dit is nu van mijn YouTube-kamer geworden. Gewoon, hup, allemaal wat spullen ingezet. Maar de groene muur die blijft. En dan ben ik verhuisd naar mijn slaapkamer. Het is misschien wel een beetje stom te merken, want ik heb hier een groene muur en tegelijk de greenscreen hierbij. Maar hier is dan mijn bed. En dit is nu... Wacht, hè. Ja, ik probeer goed te filmen. Dit is nu hoe het eruit ziet. We hebben de lamp hier. Dat is voor de verlichting voor de greenscreen. Om te zorgen dat ik geen groene achtergrond hier ga hebben bij mijn camera. Hetzelfde ook voor deze licht. We hebben dat middelste licht daar ook gedraaid. We hebben die voorste licht, dus deze twee lichtjes die hier waar we ongeveer mijn vingers wijzen, hebben we gedraaid richting die muur. Dat is ook goed voor de verlichting van de greenscreen. En voor de rest is het alles nog wel op dezelfde plaats. De tv, de camera hier van boven. Hier heb ik nu de lamp zitten. En hoe de greenscreen ook gaat werken, doe ik ook de gordijnen toe. Anders gaat, ja, de greenscreen, dat is altijd zo wat meer met het licht werken. Zo gaat het nu eenmaal. Dus bij deze maak ik nu mijn video's en streams gewoon in mijn slaapkamer. Jullie hebben al een klein beetje van mijn setup eigenlijk ook al kunnen zien. Dus dat is ook al geen probleem. Maar vanaf nu zit ik dus in mijn slaapkamer. Het YouTube-kamer / gamingkamer is dus voorbij. Nu zit ik gewoon in mijn slaapkamer. En ik wil je bedanken voor het kijken naar deze video. Peace out met Jochen en tot de volgende.